In april 2015 voelde ik al dat ik pijn op mijn borst opeens had. En het voelde als spierpijn. Ik ben daarmee naar de huisarts gegaan. En ik dacht van ja, ik wil toch even uitsluiten dat het niet iets aan mijn hart is of zo. En een maand later had ik mijn diagnose binnen. Lymfeklierkanker. De boodschap van het concert is eentje van positiviteit, van overleven. En ik heb dit nu meegemaakt. En ik zou het heel fijn vinden als het publiek de boodschap meekrijgt dat je bepaalde keuzes gewoon kan nemen. Je kan ten eerste, je kan een half jaar of een jaar kan eruit stappen en dan weer terugkomen. Dat kan. Je kan even zeggen van ik wil een hard reset doen zonder chemotherapie. De foto's die ik tijdens chemo heb gemaakt zijn voor mij een essentieel onderdeel van het concert. De fotografie laat het proces zien wat ik heb doorgemaakt op een onbewuste, intuïtieve manier. Ik denk dat 30 oktober wel een beetje een staalkaart is van hoe ik met muziek wil omgaan en met welke mensen ik ga spelen, met wat voor soort mensen ik ga spelen. En dat is toch wel een beetje anders dan dat een paar jaar geleden was. Misschien ga ik wel ooit een Brahms-sonate met piano spelen. Maar nu is het even dit. Nu is het even Rembrandt Freres, Remy van Kester, Ernst Daniel Smit, de Four Baritones, Amstel Quartet, DJ Kipski, Jos van Kan. Dit is volgens mij wie ik muzikaal gezien nu ben.